Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt? op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 15, waarin we de vraag stellen of willekeurige genetische mutaties echt de scheppende kracht hebben die hun in het evolutionaire levensplan zo vaak wordt toegedicht. We duiken in de fascinerende wereld van junk-DNA, onbruikbaar afval-DNA of rommel-DNA, wat uiteindelijk misschien toch geen afval is. Na onze vaststelling dat mutaties de enige factor in de evolutietheorie zijn die eventueel nieuwe genetische informatie in de biosfeer kunnen brengen, zoeken we tevergeefs naar de bewijzen dat ze dat ook echt doen. Dat vraagt om een onderzoek naar het hele idee van gunstige tussen aanhalingstekens mutaties. Voorbeelden daarvan zouden sikkelcelanemie of malariaresistentie en Antibioticumresistentie zijn. Die gaan we straks dus wat nader bekijken. Maar ze blijken slechts in beperkte zin gunstig te zijn, waarbij verlies van genetische informatie optreedt met het doel het organisme te beschermen tegen specifieke gevaren. Maar deze mutaties zijn niet gunstig in de constructieve zin die voor evolutie nodig is, namelijk het veroorzaken van een toename in biologische complexiteit of finesse. Integendeel, we ontdekken dat mutaties geen bewijs leveren voor een opwaartse evolutie, maar juist voor genoomdegeneratie. De Bijbelse godhypothese verklaart dit scenario door de zondeval van mens en natuur. Nieuwe woorden Junk DNA Overtollig, onbruikbaar afval-DNA of rommel-DNA. Biosfeer: Het gebied waar alles wat leeft zich bevindt. Industrieel melanisme: door industriële vervuiling veroorzaakte donkere verkleuringen in organismen. De machtige mutatie. Wees bij mij. Nu de dag ten einde spoedt Alles verdoft wat glans bezat en gloed. Alles vervalt in het wisselend getij. Maar gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. Het tweede couplet van het lied: Blijf mij nabij. Henry Francis Light, 1793 tot 1847. En dan is er een voetnoot. Wat het wisselend getij betreft, wanneer we deze zin letterlijk vertalen vanuit het Engels, krijgen we dit: Overal om me heen zie ik verandering en verval. Einde voetnoot. Henry Light wist, net als zijn tijdgenoot Charles Darwin, niets over genetische mutaties. Toch geeft zijn beroemde lied een onderliggende werkelijkheid weer, namelijk dat alle dingen die aan zichzelf worden overgelaten, verandering en verval ondergaan. Genomen zijn hierop geen uitzondering, en het uit het Latijn afgeleide woord mutatie betekent gewoon verandering. Natuurlijk kan er soms ook verandering optreden zonder verval. Onder de juiste omstandigheden kan het leiden tot vooruitgang, verbetering. In plaats van achteruitgang. Maar de ervaring leert ons dat positieve veranderingen een bepaalde inspanning vergen, zoals het schilderen van uw huis, terwijl negatieve veranderingen helemaal vanzelf gaan, zoals het niet schilderen van uw huis. Dit is de kern van de vraag die we in dit hoofdstuk willen beantwoorden: Hebben toevallige genetische mutaties scheppende kracht? Of zijn ze in wezen degeneratief van aard? Er zijn veel verschillende soorten genetische mutaties. Zoals. 1: puntmutaties, waarbij één base in het DNA-molecuul wordt vervangen door een andere base. 2: translocatie, waarbij een heel stuk DNA wordt verhuisd naar een andere plaats in het genoom. En 3: duplicatie waarbij een extra kopie van een gen aan het genoom wordt toegevoegd. Er is zelfs een voorbeeld van bakkersgist, een eencellige schimmel, waarbij naar verluid het hele genoom toevallig gekopieerd zou zijn. Twee voor de prijs van één. Aangenomen dat dit echt gebeurd is, vragen we ons af of twee genomen uiteindelijk beter zijn dan één. Blijkbaar niet want hoewel dit organisme alcohol kan maken is het voor de rest vrijwel niet te onderscheiden van zijn veronderstelde voorvader zelfs na zo'n grote mutatie kon het niet echt hoger opkomen in het rijk des levens en veel van de extra genen zijn sindsdien verdwenen waarschijnlijk geëlimineerd door natuurlijke selectie ondanks het uitgebreide proeflezen en de herstelmechanismen in levende cellen weten we zeker dat genetische mutaties voorkomen vraag het maar aan het langmoedige fruitvliegje drosophila melanogaster waarvan men miljoenen generaties in honderden laboratoria gekweekt heeft om ze bloot te stellen aan elke denkbare vernedering van bestraling tot giftige chemicaliën om mutaties te veroorzaken en te bestuderen als resultaat kregen we een heel regiment monsters. Piepklein, maar toch monsters. Met allerlei bizarre uiterlijke kenmerken. Zoals extra poten waar normaal voelsprieten zitten en embryo's zonder hart. Maar geen van de vliegjes werd er beter van. Zelfs niet de vliegjes die een extra paar nutteloze, onbruikbare vleugels kregen. En natuurlijk zijn de gemuteerde Drosophila nog steeds niet meer dan fruitvliegjes. De details van de verschillende soorten genetische mutaties die zich kunnen voordoen zijn niet belangrijk voor ons huidige doel. Wel belangrijk is de scheppende kracht die de evolutietheorie aan deze moleculaire ongelukjes van de natuur toeschrijft. We moeten ons niet laten afschrikken door de luide protesten. Dat de scheppende kracht niet in mutaties ligt, maar in natuurlijke selectie. Denk maar even terug aan de supermarkt. Natuurlijke selectie kan alleen selecteren wat al aanwezig is. Het kan nooit scheppen wat afwezig is. Natuurlijk is het zo dat als er iets heel nuttigs geschapen zou worden door mutaties, natuurlijke selectie in principe zou kunnen voorkomen. Dat het nieuwe brouwsel overweldigd wordt door allerlei negatieve gevolgen, zoals genetische drift. Stelt u zich een bloembed voor waarin u een jonge zeilingsplant plant die u voor veel geld hebt gekocht in het plaatselijke tuincentrum. Helaas wordt hij al snel verstikt door onkruid en begint hij te verwelken. U kunt de zeiling beschermen en hem helpen op te bloeien door voortdurend onkruid te wieden. En zo eigenlijk de zeiling selecteren door zijn concurrenten uit te schakelen. Maar de jonge zeiling wordt niet door alleen het bieden van onkruid tot aan zijn geroepen. Dat vereist een scheppingsdaad waarbij het stekje van elders wordt ingevoerd. De zeiling, die straks een bloeiende heester wordt, kan beschermd worden door het bieden van onkruid, maar het kan er niet door veroorzaakt worden. Dat geldt ook voor mutaties in natuurlijke selectie. Alleen mutaties kunnen, in principe, nieuwe genetische informatie scheppen. Informatie die een toename in biologische complexiteit kan bewerken. Pas deze logica eens toe op de wapenwetloop waar Richard Dawkins en anderen zo over opscheppen, die volgens hen de drijvende kracht is achter de ontwikkeling van geavanceerde biologische systemen. Maar zover ik weet, heeft een oorlogsverklaring nog nooit pijl en boog, buskruid of kernwapens voortgebracht. Je kunt geen wapenwetloop houden zonder wapens. Maar een oorlog brengt zelf geen wapens voort. Die moeten ergens anders vandaan komen. En als je Intelligent Design uitsluit, verwijst ergens anders vandaan in de moleculaire biologie naar willekeurige. En geheel toevallige mutaties. Het uitbreken van oorlogen onder mensen kan dan misschien wel het uitvinden van nieuwe wapens en afweersystemen stimuleren, maar dat is een intelligente reactie waar ongeleide evolutie geen beschikking over heeft. En aangezien natuurlijke selectie geen biologische wapens kan uitvinden, moeten zij maar een beetje blijven rondhangen. Totdat er toevallig een bruikbare wapenvormende mutatie passeert. En die wachttijd zal wel eens heel lang kunnen zijn, wat niet zo prettig is als je continu gebombardeerd wordt met raketten van selectieve druk. Wie is nu de heerser van slot-evolutie? Is het natuurlijke selectie? Geografische isolatie? Genetische drift misschien? Nee, geen van allen de nederige, geringe mutatie regeert. Want zonder haar, al dus de neo-darwinisten, zou de biosfeer uit niets anders dan jellypors bestaan. Ja, dat is nog eens een leuk idee. Cijfermatig gezien bestaat de grote meerderheid van levende dingen op de planeet aarde uit eenvoudige organismen zoals bacteriën. Deze wezens zijn zo goed aangepast, aan een grote verscheidenheid aan leefgebieden, dat ze nog de behoefte, nog de neiging hebben om te evolueren tot regenwormen of oorwormen, of om te verdwijnen in de diepe put van de evolutionaire vergetelheid, omdat ze het gevaar lopen om verdrongen te worden door nieuwere modellen. Als, zoals men beweert, evolutie alleen aangedreven wordt door efficiënte voortplanting. In optimale overlevingskansen zouden eigenlijk alle levensvormen erna moeten streven bacteriën te worden, die het volgens deze criteria immers uitstekend doen. Maar ondanks het feit dat ze vergeleken met andere soorten bijna volmaakt aangepast zijn, blijft de evolutietheorie beweren dat bacteriën, of iets dat heel veel op hen lijkt, wel zijn geëvolueerd. Anders zouden u en ik niet eens bestaan. Ze hebben zich moeizaam aan de takken van de evolutieboom omhoog getrokken, waarbij ze steeds complexer werden en kieskeuriger wat hun leefmilieu betreft. Anders gezegd, ze ontwikkelden zich tot kwetsbare organismen die volgens het fossiele archief regelmatig uitsterven. Waarom zouden ze dat doen als ze weten dat hun ongeëvolueerde bacteriële familieleden in elk denkbaar leefmilieu voortleefden in gelukzalige aanpassing, zich volledig onbewust van de gevaren van het boompje klimmen. Schadelijke en gunstige mutaties Terug naar de genetische mutaties. Die treden op als genomen beschadigd zijn, door bijvoorbeeld ioniserende straling of giftige chemicaliën of meer algemeen, wanneer ze niet foutloos kopiëren bij het produceren van de volgende generatie. Denk weer even aan de nederige bacterie die zich voortplant door zich in tweeën te delen. De twee dochtercellen zouden identiek moeten zijn, maar in de praktijk kunnen bij het kopiëren van het bacteriële DNA voor een nieuwe cel fouten gemaakt worden. Een beetje zoals een typist typfouten kan maken. Bij het overtypen van een document. Vergeleken met het overtypen door typisten is DNA-transcriptie ongelooflijk nauwkeurig, met maar één puntmutatie voor elke 1 à 10 miljoen DNA-bazen. En omdat het bacterieel genoom relatief klein is, zo'n 5 miljoen bazen, en afhankelijk van de grootte van de populatie. Kan elke nieuwe generatie een handjevol fouten in de genetische kopie hebben? De meeste van die fouten zijn schadelijk en worden snel geëlimineerd, omdat de cellen in kwestie gewoon sterven. Andere mutaties zijn neutraal en veroorzaken dus geen zichtbare effecten. Bovendien bevatten zelfs eenvoudige cellen als bacteriën eiwitmoleculen die de gekopieerde genetische tekst proeflezen en in die nodig herstellen. Maar omdat bacteriën zich heel snel kunnen voortplanten, bijna om de negen minuten, kunnen en zullen, ondanks dit proeflezen en herstellen, genetische veranderingen optreden die zich ophopen en verspreiden in bacteriële populaties. Zulke hardnekkige mutaties worden gunstige mutaties genoemd. Maar die woordkeuze is wat ongelukkig. Over het algemeen vertoont het organisme niets wat als gunstig beschouwd kan worden en wordt de mutatie gewoon zo genoemd omdat ze stand houdt en zich verspreidt. In een Darwinistisch scenario kan dat alleen betekenen dat de bedoelde mutatie een selecteerbaar voordeel aan het organisme moest geven, ook al hebben we er meestal geen idee van wat dat voordeel is. Verderop zal ik de uitzonderingen behandelen. De mutatie wordt simpelweg gunstig genoemd, omdat ze overleeft en doorgegeven kan worden aan een nieuwe generatie. Weer een geval van de sterkste, die achteraf de sterkste blijkt te zijn. Sta me toe mijn punt duidelijk te maken aan de hand van een kort uitstapje naar wat originele literatuur. U hoeft de citaten echter niet volledig te begrijpen want ik zal de belangrijkste conclusies vereenvoudigd weergeven in 2003 beschreven David Hall van de afdeling biologische wetenschappen aan de universiteit van Florida en Alexei Kondrashov van het nationaal centrum voor biotechnologische informatie in Bethesda de moeilijkheden bij het verklaren van gunstige mutaties citaat de moeilijkheden bij het bestuderen van mutaties komen voor een groot deel voort uit één simpel feit. Afzonderlijke, dat is individuele, mutaties zijn zeer zeldzame gebeurtenissen op het niveau van een gebied binnen de DNA-sequentie of zelfs van het hele gen. Daardoor werd het direct bestuderen van mutaties, dat bestaat uit het vastleggen, van nieuwe mutaties op het moment dat ze optreden, een zeer eentonige en dus vermoeiende bezigheid. Een van de beste directe studies over mutaties in zoogdieren werd bijvoorbeeld gedaan door L. B. Russell en W. L. Russell, 1996, die meer dan 1 miljoen muizen hebben onderzocht en slechts 46 zichtbare mutaties van elke soort vonden. Het alternatief voor deze eentonigheid is om een model te maken dat gebaseerd is op de genetische variatie binnen een populatie of op de variatie die gevonden wordt binnen verschillende populaties of soorten. Deze modellenbenadering gebruikt gegevens over hedendaagse variatie, die vrij eenvoudig te vergaren zijn, om informatie te krijgen over mutaties die in het verleden optraden gedurende een lange periode. Bij gevolg is veel van wat we weten over mutatie afkomstig van modellen. Maar zulke probeersels hebben een belangrijke zwakke plek. Als het model niet klopt, kunnen de resultaten zeer misleidend zijn. Dit spanningsveld tussen directe waarneming en indirecte op veronderstellingen gebaseerde benaderingen is een algemeen verschijnsel binnen de evolutiebiologie. Einde citaat. En dan is er natuurlijk nog de stilzwijgende aanname dat als een mutatie blijft bestaan, dus overleeft, zij per definitie gunstig moet zijn. Maar nog veel zeggender is de mate waarin biologen vertrouwen op computermodellen als ze publiekelijk uitspraken doen over mutaties. Zulke modellen zijn gebaseerd op evolutionaire aannames, terwijl de empirische basis voor hun conclusies vaak zwak is en soms geheel afwezig. Hier is nog een onthullend voorbeeld. In de Proceedings of the National Academy of Sciences, dat is de notulen van de Nationale Academie van Wetenschappen, schreven Marianne Imhoff en Christian Schlotterer over hun onderzoek naar gunstige mutaties in de veel voorkomende bacterie Escherichia coli het volgende. Citaat. De centrale rol van gunstige mutaties voor aanpassingsprocessen in natuurlijke populaties is duidelijk aangetoond. Er is dan ook een lang gevestigde interesse in het bestuderen van de aard van gunstige mutaties. Maar omdat zulke mutaties zo weinig voorkomen, kunnen dit soort mutaties vrijwel onmogelijk systematisch onderzocht worden. Zonder experimentele gegevens werd aangenomen dat de verspreiding van de fitness-effecten. Van gunstige mutaties leek op die van schadelijke mutaties. En dan is er een voetnoot. Fitnesseffecten zijn effecten in het genoom die geschiktheid beïnvloeden, de geschiktheid voor of het vermogen tot voortplanting. Geschiktheidseffecten. Einde voetnoot. Om deze aanname experimenteel te kunnen bewijzen, gebruikten we een nieuw markeersysteem om aanpassingen in een zich evoluerende E. coli-cultuur te traceren en het selectieve voordeel van die gunstige mutaties te bepalen. Van tien gelijke culturen kweekte men ongeveer duizend generaties en er werden 66 aanpassingen waargenomen. Aan de hand van die gegevens schatten we het aantal gunstige mutaties per cel en generatie op 4 tot de macht 10-9, Overeenkomend met een exponentiële spreiding van de fitnesseffecten hebben we veel gunstige mutaties waargenomen met een klein effect en slechts enkele met een groot effect. De gemiddelde selectiecoëfficiënt van gunstige mutaties in ons experiment was 0,02. Einde citaat. Hoewel de auteurs beweren dat de centrale rol van gunstige mutaties duidelijk is aangetoond, geven ze meteen toe dat zulke mutaties zo zelden voorkomen dat ze vrijwel ongeschikt zijn voor systematisch, dat wil zeggen wetenschappelijk onderzoek, en dat de afwezigheid van experimentele gegevens betekent dat het gedrag van gunstige mutaties afgeleid moet worden uit het gedrag van schadelijke mutaties. Maar de bedoeling van hun onderzoek was eigenlijk om zulke afleidingen te rechtvaardigen. En dat probeerden ze te doen door de mutaties in een genetische marker te volgen. Dat is een kenteken. Een stukje DNA waarvan ze wisten dat het snel muteerde en dat ze uit een heel ander organisme hadden genomen. Een plant. Die marker werd kunstmatig toegevoegd aan een kunstmatig plasmide dat door de bacterie opgenomen wordt. Ze bestudeerden dus helemaal geen mutaties in E. coli. Maar in een toegevoegde DNA-streng die tegelijk met de bacterie vermenigvuldigde. Bovendien werden gunstige, tussen aanhalingstekens, mutaties beschreven als mutaties die bleven voortbestaan in volgende generaties. Er was geen enkel bewijs dat ze ook echt gunstig waren voor de bacterie. Mutaties? Ja. Gunstige mutaties? Het wetenschappelijke bewijs is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Toch zijn er enkele gevallen bekend waarbij het gerechtvaardigd lijkt om te beweren dat de mutaties echt gunstig bleken te zijn. Het meest bekende voorbeeld is sikkelcelanemie bij mensen, een afwijking die voor een bepaalde mate van immuniteit tegen malaria kan zorgen bij kinderen. We moeten met dit voorbeeld en met enkele andere voorbeelden rekening houden voordat we onze eindconclusie trekken. Maar laten we eerst eens kijken naar het idee dat mutaties gedurende miljoenen jaren van evolutie een diep spoor hebben getrokken in de genomen van alle soorten. Ik verwijs hiermee naar het zogenaamde Junk-DNA, waar elke levende cel op aarde wel mee volgestout lijkt te zijn. Junk DNA. Ik verbaas me er steeds weer over, en af en toe raak ik ervan onder de indruk, hoe sommige moderne kunstenaars afval, junk, kunnen veranderen in waardevolle kunstwerken. Dingen die men gisteren op de schroothoop of in de vuilnisbak vond, worden vandaag tentoongesteld op sokkels in toonaangevende galerieën en worden alom geprezen als artistieke meesterwerken. Stukisten, dat is een groep traditionele kunstenaars die dit soort conceptuele trends in de moderne kunst betreuren en er trots op zijn om stuk, in het Nederlands vast, te zitten in het verleden, zijn daar niet van onder de indruk. In de beste tradities van het eendisme, zie hoofdstuk 14, geloven ze dat als een bepaald voorwerp eerst afval was er uitziet als afval en zich gedraagt als afval... het waarschijnlijk ook afval is. Maar waar we volgens velen wel van onder de indruk zouden moeten zijn... is het totaal andere van afval tot sieraad verhaal... dat ontsproot uit de moderne studie van genoomsequencing in levende soorten. Genoomsequencing... Is het bepalen van de precieze volgorde van bazen in het volledige DNA van een organisme. Toen sequencing in de jaren tachtig van de vorige eeuw begon, was het een heel langzaam proces waarbij onderzoekers zich concentreren op de genen die codeerden voor eiwitten en RNA. Het overschot van het DNA leek geen nuttige functie te hebben en werd junk DNA genoemd. Het is dus nog niet eens zo lang geleden dat men ons ervan verzekerde dat het bestaan van junk DNA, van ongeveer 98% van het totale DNA in geavanceerde organismen, tot 80% in bacteriën, een duidelijk bewijs voor evolutie was. Junk DNA was het afval dat overbleef na mislukte evolutionaire experimenten. Francis Collins gebruikt bijvoorbeeld een interessant argument om evolutie te ondersteunen, gebaseerd op de onbelangrijkheid van junk DNA. Hij heeft cijfers die erop lijken te wijzen dat het aantal historische mutaties in het junk DNA van verschillende soorten veel hoger was dan in hun DNA dat voor eiwitten codeerde. Hij schrijft dit aan toe aan natuurlijke selectie, die de mutaties uit de functionele genen verwijdert en het onbruikbare junk DNA. Aan zijn muterende lot overlaat. Het klinkt allemaal heel overtuigend, totdat je het laatste nieuws hoort dat zegt: Junk DNA is waarschijnlijk toch geen afval. Toen in het eerste decennium van deze eeuw voor het eerst geautomatiseerde technieken voor DNA-sequencing gebruikt konden worden, en het mogelijk werd om volledige genomen te sequencen, inclusief de grote hoeveelheid afval, Tussen aanhalingstekens kwam er een aantal interessante zaken aan het licht. Eerst was daar de niet zo welkom verrassing dat mensen maar 25.000 tot 30.000 genen hebben, wat weinig is als je bedenkt dat een kleine plant, genaamd Arabidopsis, er ongeveer evenveel heeft, en rijst en populieren er zelfs meer dan 40.000 hebben. Het maakt je wel nederig als je bedenkt dat een stad vol mensen een kleinere genenpool heeft dan een rijstveld. We weten nu ook dat mensen 96% van hun DNA delen met chimpansees. Vroeger beweerde men dat het 98% was. Dat bewijst natuurlijk niet dat chimpansees voor 96% menselijk zijn, nog dat rijst voor 133% menselijk is. Maar dat genen en volgordes als zodanig echt niet het hele verhaal zijn. Het wordt steeds duidelijker dat veel van het verhaal, of zelfs het merendeel ervan, in het junk-DNA gezocht moet worden. In het blad Science Daily, zeg maar dagelijks wetenschappelijk nieuws, stond het volgende: Citaat. Volgens een nieuwe studie. Liggen de meeste van de grote verschillen tussen het DNA van mensen en dat van chimpansees in gebieden die niet voor genen coderen. In plaats daarvan kunnen ze DNA-sequenties bevatten die bepalen hoe gebieden die genen coderen geactiveerd en gelezen worden. Einde citaat. Eigenlijk is het woord junk ondertussen zelf al op de schroothoop beland. En dit schijnbaar overtollige DNA wordt nu niet coderend DNA genoemd. En zelfs dat zou wel eens een tijdelijke benaming kunnen zijn. Want hoewel deze gebieden niet voor eiwitten of RNA coderen, lijkt het erop dat ze wel controlecodes bevatten die genexpressie foetusontwikkeling en nog veel meer aansturen wat op het moment dat ik die schrijf. Nog steeds niet begrepen wordt. Op 26 oktober 2007 werd in een ander artikel van Science Daily melding gemaakt van een studie over een pas ontdekte klasse piepkleine RNA's, Pi-RNA's genoemd, die onthulde dat deze een belangrijke rol spelen bij het reguleren van de genfunctie. Een citaat uit het artikel. Hai van Lin directeur van het Stamcelcentrum en hoogleraar celbiologie aan de faculteit geneeskunde van de Yale Universiteit, is het hoofd van het laboratorium dat voor het eerst pi-RNA's ontdekte. Pi-RNA's komen voor een groot deel uit het zogenaamde junk DNA en zijn aan de aandacht van generaties genetici en moleculair biologen ontsnapt totdat Lin's team ze vorig jaar in de voortplantingscellen van zoogdieren ontdekte. De huidige resultaten van het team suggereren dat pi-RNA's cruciale functies vervullen bij het bepalen van het lot van stamcellen en bij andere processen die bij weefselgroei betrokken zijn. Einde citaat. De onderzoekers vonden meer dan 13.000 pi-RNA's in fruitvliegjes. Om duidelijk te maken hoe belangrijk ze zijn, noem ik het voorbeeld van één exemplaar van die RNA's dat een complex vormt met een eiwit dat piv genoemd wordt en dat zich vervolgens aan chromatine bindt een belangrijk gebied van het genoom dat dna verpakt en versterkt waardoor celdeling mogelijk wordt gemaakt en genexpressie wordt gereguleerd dr. lin zei hierover citaat deze ontdekking toonde aan dat zowel prna's als junk DNA een verrassend belangrijke rol spelen bij stamceldeling. Deze ontdekking roept biologen op om niet alleen naar antwoorden te zoeken in de 1% van het genoom dat een eiwit coderend vermogen bezit, maar ook in het uitgestrekte gebied van junk DNA dat 99% van het genoom uitmaakt. Einde citaat. Frank J. Slack Vat de situatie samen in een essay getiteld Regulatory RNA's and the Demise of Junk DNA in het Nederlands, regulerende RNA's en het einde van Junk DNA. Citaat: We zien steeds duidelijker dat grote delen van het genoom die niet voor eiwitten coderen, eigenlijk overschreven zijn en dat die gebieden. Die vroeger als afval werden gezien, misschien toch nuttig blijken te zijn. Einde citaat. De niet-coderende gebieden, die het grootste deel van ons DNA vormen, zijn dus niet zozeer een begraafplaats voor ongewenste mutaties, maar zouden best eens de opslagplaats kunnen zijn van talloze genetische schatten. Gunstige mutaties. Toch hebben de aanhangers van de machtige mutatie nog een beetje munitie over. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij een mutatie erkende overlevingsvoordelen heeft opgeleverd. En anemie bij mensen is het voorbeeld dat dan het meest geciteerd wordt. Sikkelcelanemie is een genetische ziekte die veroorzaakt wordt door de vervanging van een enkel aminozuur op de beta-keten van het bloedeiwit hemoglobine. Deze mutatie voorkomt dat het eiwit goed opgevouwen wordt en leidt tot misvormde rode bloedcellen. Mensen die twee kopieën, allelen, hebben van het gemuteerde gen, lijden aan de meest ernstige vorm van deze ziekte, die tot invaliditeit en vroegtijdige dood leidt, en ervaren hier duidelijk geen selectief voordeel. Degenen die echter maar één kopie van het beschadigde gen hebben, waarbij het andere allel dus normaal is, vertonen geen symptomen en zijn ook nog eens, dat is het bijkomend voordeel, beschermd tegen malaria in hun kindertijd. Eén verklaring is dat veranderingen in de bloedcellen die veroorzaakt worden door de mutatie het moeilijk maken voor de malaria-parasiet om zich eraan vast te hechten, een cruciale stap in de levenscyclus van de parasiet. Het gevolg is dat, in plaats van geëlimineerd te worden door natuurlijke selectie, zoals normaal gesproken het geval zou zijn bij een slopende ziekte, de sikkelcelmutatie veel voorkomt in gebieden waar malaria wijdverbreid is en de mensen met één sickle-cell-allel vaker overleven en zo hun gunstige tussen aanhalingstekens mutatie kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Maar voordat we te enthousiast worden over dit voorbeeld, moeten we het wat nader onderzoeken. Ten eerste is het duidelijk dat de mutatie niet gunstig is voor mensen die twee gemuteerde genen hebben en aan de volledig ontwikkelde ziekte lijden. Ten tweede is de mutatie niet gunstig voor mensen die in een gebied wonen waar geen malaria voorkomt. Ten derde is het voordeel zelf beperkend. Zolang slechts een klein deel van een populatie de sickle-cell-mutatie heeft, zullen de meesten die de mutatie erven slechts één gemuteerd gen hebben en voordeel hebben van het antimalaria-effect. Maar naarmate het gemuteerde gen zich door de populatie verspreidt, zullen meer en meer mensen de twee allelen erven en slachtoffer worden van de ernstige vorm van sikkelcelanemie. Het verwachte. Een waargenomen resultaat is dat de genenpool zich zal stabiliseren bij een bepaald aantal sikkelceldragers, maar het sikkelcelgen zal het nooit helemaal overnemen van het ongemuteerde gen. Er kan echter geen sprake zijn van evolutie, tenzij er een absolute en volledige overname plaatsvindt. Tenzij dat gebeurt, zullen verschillende varianten van het organisme gewoon naast elkaar bestaan en wordt er een dynamisch evenwicht tussen hen bereikt dat verschuift als de selectieve druk verandert. Het beroemde geval van industrieel melanisme in de peper- en zoutvlinder is een voorbeeld van dit dynamisch evenwicht tussen varianten binnen een bepaalde soort. Tijdens de Industriële Revolutie in Groot-Brittannië had de donkere. Melanistische variant van de peper en zoutvlinder, betere overlevingskansen dan de lichtgekleurde variant, naar verluid omdat hij beter gecamoufleerd was tegen donkere achtergronden. Maar na de introductie van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit kreeg de lichtgekleurde variant opnieuw de overhand. Er ontstond geen nieuwe soort en er vond geen echte evolutie plaats. Dat moet benadrukt worden, omdat zulke veranderingen in de balans tussen varianten binnen een bepaalde soort vaak evolutie worden genoemd. Maar dit is hoogstens microevolutie, wat heel vaak binnen soorten voorkomt, hoewel het soms nieuwe nauwe verwante soorten oplevert, afhankelijk van wat u onder soorten verstaat. Maar er is hier niets wat beschouwd kan worden als Macro-evolutie, dat is het ontstaan van nieuwe organen, een verhoogde biologische complexiteit of de overbrugging van echte gaten tussen verschillende typen organismen. De evolutietheorie gaat er voetstoots van uit dat we door extrapolatie van vele achtereenvolgende micro-evolutionaire stappen vanzelf uitkomen bij de verklaring van macro-evolutie. Maar er is geen wetenschappelijke basis voor die stelling. Milieuactivist David Swift wijst er bijvoorbeeld op dat de functionele gebieden in eiwitten en bij gevolg de vormen waarin eiwitten zich opvouwen vrijwel identiek zijn bij een willekeurig eiwittype, bijvoorbeeld cytochroom C, in alle levende organismen. Dat wil zeggen dat er geen bewijs is dat ze geëvolueerd zijn. Hij schrijft: citaat. Kristallografische studies hebben aangetoond dat de driedimensionale structuren van eukaryotische cytochromen C bijna niet van elkaar te onderscheiden zijn, met inbegrip van die van hogere plant- en diersoorten. Zelfs als aangenomen wordt dat ze van elkaar gescheiden zijn door vele Honderden miljoenen jaren evolutie. Einde citaat. We keren terug naar de sickelcelmutatie. In het geval van het sickelcelkenmerk werd er geen genetische informatie verkregen of vermeerderd. Er werd niets geschapen tussen aanhalingstekens. Het is gewoon een voorbeeld van een schadelijke mutatie die een verlies. Aan genetische functionaliteit veroorzaakt. Waarbij een onverwachte bijwerking optreedt die toevallig gunstig en selecteerbaar blijkt te zijn, maar alleen onder bepaalde omstandigheden en tot een bepaalde grens, net zoals het selectief fokken van vee slechts tot een bepaald punt verbeteringen kan opleveren. Voor evolutie zijn mutaties nodig die iets toevoegen aan de informatieinhoud van het genoom. En sickle-cell-anemie doet dat gewoon niet. Er is nog een les die de sickle-cell-mutatie ons leert: de malaria-parasiet is er niet in geslaagd een effectief wapen te ontwikkelen tegen deze mutatie, ondanks de miljarden generaties en enorme parasietenpopulaties. Hoe kijkt men vandaag de dag dan tegen de evolutionaire wapenwedloop aan? Het antwoord van de evolutionisten is. Dat er andere gevallen zijn waarbij duidelijk een wapenwetloop zichtbaar is. Zoals bij resistentie tegen antibiotica en medicijnen bij malaria-parasieten, bacteriën en virussen en resistentie tegen insecticiden bij insecten. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken: resistentie tegen geneesmiddelen. In zijn boek The Edge of evolution, zeg maar evolutie op het scherpst van de snede... geeft de biochemicus Michael Behe, hoogleraar biologische wetenschappen... aan de Lehigh Universiteit in Pennsylvania... een gedetailleerde en fascinerende uiteenzetting... over de wapenwetloop tussen malaria en de geneesmiddelen die er tegen ontwikkeld zijn. Hij wijst erop dat, hoewel de malaria-parasiet... Nooit een antwoord heeft gevonden op de sikkelcelmutatie, hij gemuteerd is om weerstand te bieden aan verschillende geneesmiddelen. Een medicijn dat in de jaren 30 van de vorige eeuw werd ontwikkeld, chloroquine, was meer dan 50 jaar zeer effectief. Maar tegen de jaren 80 waren bijna alle malariastammen ertegen bestand. Toen artsen het medicijn niet meer gebruikten, stierven de resistente stammen uit. En werden ze vervangen door niet-resistente parasieten? Dit toont aan dat de resistente variant geen verbeterde of geschiktere versie van malaria was. Hij domineerde slechts totdat de selectieve druk van het medicijn werd weggenomen. We hebben hier weer een voorbeeld van dynamisch evenwicht binnen een populatie. Parasieten in dit geval waar één variant een selectief voordeel heeft, zolang een bepaalde selectieve druk aanwezig is. Bihi wijst er ook op dat een ander medicijn, Atovacone, binnen een paar weken leidde tot resistentie in laboratoriumculturen van malaria. En hij vraagt zich af waarom het tientallen jaren duurde voordat malaria resistent werd tegen chloroquine. Zijn antwoord is overtuigend. Resistentie tegen atovaquone vereist slechts een enkele puntmutatie in de parasiet, terwijl voor resistentie tegen chloroquine twee gelijktijdige mutaties nodig zijn. De waarschijnlijkheid dat twee specifieke mutaties op hetzelfde moment plaatsvinden kan berekend worden door de waarschijnlijkheden. Van elke afzonderlijke mutatie met elkaar te vermenigvuldigen. Die waarschijnlijkheden zijn, zoals we gezien hebben, zeer klein. Studies tonen aan dat weerstand tegen atovaquone spontaan ontstaat in ongeveer 1 op de triljoen cellen. Als het ontwikkelen van weerstand tegen chloroquine twee gelijktijdige puntmutaties vereist verklaart dat volgens bihis berekeningen het feit dat de resistentie tegen chloroquine pas na tientallen jaren werd ontwikkeld terwijl die tegen atovaquone al na enkele weken was ontwikkeld de kern van de redenering is dat alle nuttige veranderingen die meer dan twee toevallig samenwerkende mutaties vereisen veel te zelden zouden voorkomen op een historische tijdschaal om reacties in de zin van een wapenwedloop te veroorzaken, zeker in hogere tussen aanhalingstekens dieren, die de astronomisch grote vruchtbaarheid van bacteriën en malaria-parasieten missen. Tegen de tijd dat zulke veranderingen in de genenpoel van het organisme verspreid zouden zijn, zou de selectieve druk al vaak en op vele manieren veranderd kunnen zijn, waardoor de gunstige tussen aanhalingstekens mutaties waarschijnlijk waardeloos werden. Behe breidt vervolgens zijn analyse uit naar andere gevallen van resistentie tegen geneesmiddelen. en andere organismen die zich snel voortplanten. zoals E. coli en het AIDS-virus, dat 10.000 keer sneller muteert dan de malaria-parasiet. Hij bekijkt ook een aantal andere gevallen waarin gunstige mutaties zouden voorkomen. met inbegrip van resistentie tegen warfarine bij ratten. En resistentie tegen insecticiden. Maar hij komt tot twee belangrijke feitelijke conclusies. Ten eerste veroorzaken alle bekende gunstige tussen aanhalingstekens mutaties een verlies van of schade aan de originele genfunctie. Het zijn veranderingen die het organisme toevallig en gelukkigerwijs beschermen tegen aanvallen door specifieke vijanden. Tussen aanhalingstekens, maar juist verzwakken ten opzichte van de oorspronkelijke veldstam. Dat is het wildtype van het organisme. Over resistentie tegen insecticiden zegt David Swift daarom. Citaat, de mutatie die resistentie veroorzaakt, is onveranderlijk inferieur aan het normale wildtype macromolecuul. Dat wil zeggen. Dat bij afwezigheid van het relevante insecticide, de resistente stam het minder goed doet en minder sterk is dan het normale fenotype. Einde citaat. Toen de nazi's Rusland binnenvielen tijdens de Tweede Wereldoorlog, reageerden de Russen met de tactiek van de verschroeide aarde, waarbij ze tijdens hun terugtocht wegen vernielden, bruggen in brand staken. En steden met de grond gelijk maakten. Door het vernietigen van woongebieden en infrastructuren konden ze de opmars van de indringers vertragen en beroofden ze hen van onderdak en transportroutes tijdens een barre winter. Het bleek een effectieve, winnende strategie. Op dezelfde manier kan een organisme dat onder zware selectieve druk staat, soms ook bescherming vinden in een beschadigd genoom dat de selectieve aanval weerstaat. Maar dat is nu juist het tegenovergestelde van de technologische vooruitgang of winst, die toegeschreven wordt aan de vele wapenwetlopen waarmee de evolutietheorie de toenames in biologische complexiteit probeert te verklaren. Ten tweede produceert elke bekende gunstige, tussen aanhalingstekens, mutatie alleen een nieuwe stam of variant binnen dezelfde soort. En de veranderingen zijn onbeduidend in die zin dat er nooit nieuwe biologische structuren worden gevormd. Bi wijst er bijvoorbeeld op dat zulke mutaties nooit voor nieuwe bindingsplaatsen hebben gezorgd waar eiwitten zich kunnen binden aan andere eiwitten, wat nodig zou zijn voor de vorming van nieuwe moleculaire mechanismen. In de cel. Ik wijd even uit. De moleculaire machinerie van de cel, zoals het ribosoom dat we al besproken hebben, heeft altijd verschillende eiwitten nodig die samenwerken in groepjes van zes, zeven of meer verschillende moleculen. Voor dit soort samenwerking moeten de verschillende eiwitten zich aan elkaar binden, ze moeten samen de wapens opnemen, om zo Werkende structuren te kunnen vormen. Voor het ontstaan van een nieuwe werkende structuur in de cel moeten er dus nieuwe bindingsplaatsen worden gecreëerd op verschillende eiwitten. Laten we, om het wat eenvoudiger te maken, eens bedenken hoe twee eiwitten die tot nu toe uit elkaars buurt bleven, overtuigd zouden kunnen worden om de armen in elkaar te haken. Er zou een nieuwe bindingsplaats gecreëerd moeten worden op één eiwit door een cluster geschikte of passende willekeurige mutaties aan het oppervlak van het opgevouwen eiwit. Die moeten dan gekoppeld worden aan corresponderende mutaties aan het oppervlak van een heel ander eiwit. Stelt u zich een slot voor met honderden tuimelaars en een sleutel die er niet op past. Als ik willekeurige veranderingen aan het sleutelprofiel aanbreng, zal het nooit in het slot passen. En als ik tegelijkertijd willekeurige veranderingen aanbreng in het tuimelaarsysteem van het slot, zal de sleutel nog niet passen. Alleen als er gecoördineerde veranderingen worden aangebracht aan slot en sleutel, kan het systeem werken. Zo zullen willekeurige mutaties aan één of meer eiwitmoleculen, die elk honderden aminozuren bevatten, Nooit op elkaar afgestemde bindingsplaatsen creëren die nog niet bestonden. Bindingsplaatsen die ervoor zorgen dat nieuwe eiwitstructuren bijeengebracht worden en nieuwe moleculaire mechanismen worden gebouwd. Zelfs als u denkt dat in de biologie alles zal gebeuren als we maar lang genoeg wachten, moet u het eens zijn over twee dingen. 1. Cellijnen, dat zijn cellen die doorgekweekt worden, celculturen, leven niet lang genoeg om dit door willekeurige mutaties te laten gebeuren. En 2. het ontstaan van nieuwe eiwit-eiwitbindingsplaatsen, waar verschillende eiwitten zich kunnen groeperen, door willekeurige mutaties is nog nooit waargenomen, ook niet na vele miljoenen generaties van de snelst muterende organismen die we kennen. Wat feitelijke wetenschap betreft, produceren mutaties geen nieuwe structuren in cellen en zorgen dus niet voor een toename van biologische complexiteit. Zelfs als ze op sommige punten gunstig tussen aanhalingstekens zijn, hebben ze geen enkele scheppende kracht. Mutaties en de godhypothese. Afsluitend stellen we de vraag. Wat de God-hypothese over genetische mutaties zegt. Op het eerste gezicht lijkt het antwoord misschien niets te zijn, maar dat is toch wat voorbarig. Hoewel u het woord mutatie niet in de Bijbel zult vinden, vindt u wel twee centrale ideeën die de realiteit van verandering in het bouwwerk van de biologische wereld benadrukken. Die twee ideeën zijn de volmaaktheid van de oorspronkelijke schepping en de zondeval. Ik zal het uitleggen. Het relaas over de schepping en de terraforming van de aarde in Genesis 1 wordt gekenmerkt door herhaling. Na iedere scheppende handeling lezen we en God zag dat het goed was. Zo lezen we in vers 4 en God zag dat het licht goed was. En in de versen 10, 12, 18, 21 en 25 zien we dat hij de dingen die hij goed vindt bij name noemt. Ten slotte lezen we in vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Die veelvuldige herhaling geeft aan dat de goedheid van de schepping, die immers door Gods hand tot stand kwam. Een belangrijke bijbelse gedachte is. Natuurlijk kan goed, afhankelijk van de context, veel verschillende dingen betekenen, maar we kunnen ons moeilijk voorstellen hoe het in Genesis 1 iets anders zou kunnen betekenen dan volmaakt of zonder fouten. Ten eerste is het een Gods eigen oordeel over de geschapen orde, en ten tweede is er geen reden waarom een Almachtige God. Een onvolmaakte wereld zou scheppen. Interessant genoeg is dit een argument dat atheïsten vaak naar voren schuiven. Waarom, vragen ze zich af, zou een goede God een biosfeer scheppen zoals we die vandaag de dag zien? Een die bloeddorstig is, en waarin de schoonheid van de natuur ontsierd wordt door vreedheid, lijden en dood. En als een God echt darwinistische evolutie gebruikte. Om levende dingen te scheppen, zoals theistische evolutionisten beweren. Waarom zou een, naar beweerd wordt, zorgzame schepper daarvoor zo'n amoreel en medogenloos proces willen gebruiken? In een debat over creationisme en evolutie met de populaire Britse tv-botanist David Bellamy aan de Universiteit van Durham in 1980 was dit zijn belangrijkste. En steeds herhaalde bezwaar tegen het idee van de schepping. Als God de wereld heeft geschapen, waarom heeft hij er dan zo'n puinhoop van gemaakt? Nou, volgens de Bijbel was het universum volmaakt toen God het geschapen had. Alles wat hij gemaakt had, was zeer goed. We zullen zo zien dat de onvolmaaktheid van vandaag de dag pas later kwam. In de wereld zoals zij geschapen was, waren bijvoorbeeld alle dieren en ook de mensen zelf vegetariërs. Citaat. En God zeide: Zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde, en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelde des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is geef ik al het groene kruid tot spijze einde citaat de vissen der zee worden eerder genoemd en zijn bij dit scenario inbegrepen verder bijbels bewijs voor een volmaakte schepping wordt geleverd door het feit dat de zondeval een einde maakte aan deze idyllische toestand er moest iets zijn om van af te vallen Oftewel, er brak een tijd aan die de apostel Paulus omschrijft als: citaat, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Einde citaat. Zo was het niet in het begin. Verder kijkt de Bijbel vooruit naar een tijd waarin de schepping hersteld zal worden tot haar oorspronkelijke volmaaktheid. Citaat. Omdat ook de schepping zelf. Van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen gos. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Einde citaat. Deze versen bevatten een eschatologische leer waarop we hier niet verder in kunnen gaan, maar het is overduidelijk wat Paulus hier zegt. Een van origine goede, natuurlijke schepping werd besmet en werd een plaats van lijden en pijn, maar zal op een dag hersteld worden tot haar oorspronkelijke volmaaktheid. Jezaja schrijft, citaat, Dan zal de wolf bij het schaap verkeren, en de panter zich nederleggen bij het bakje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het runt. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen, en naar het nest van een giftige slang. Zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken? Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Einde citaat. De zondeval. Het is toch wel merkwaardig dat in het hele debat over het bestaan van God. Beide partijen vrijwel nooit de zondeval noemen. Het is zo merkwaardig omdat het zo voor de hand ligt. Het is de olifant in de kamer, zoals de Engelsen zo vrij zeggen, maar toch doorgezwegen wordt. We zullen de geestelijke implicaties in een later hoofdstuk bespreken, maar het houdt zoals we hopelijk al beginnen te zien, direct verband met de werkingen. En gedragingen van de stoffelijke wereld, met inbegrip van, geloof het of niet, genetische mutaties. Het verhaal van de zondeval wordt verteld in het derde hoofdstuk van Genesis. Velen, zelfs beleidende christenen, doen het af als een mythe, maar ik zie geen reden om het als iets anders te behandelen dan een simpel historisch verslag. Adam en Eva, kregen de volledige vrijheid in de hof van Eden en kregen maar één verbod opgelegd. Ze mochten niet eten van de vrucht van een bepaalde boom. Het verbod was een eenvoudige gehoorzaamheidstest en ze faalden. Toegegeven, Eva werd misleid door Satan, maar Adam wist wel beter. Gelooft u niet in de duivel? Misschien helpt het volgende versje dan wel. Volgens de een heeft de duivel nooit bestaan. Volgens de ander is hij al weggegaan. Maar de gewone man wil wel graag weten: wie zet zijn zaken dan toch voort? Adam is in elk geval schuldig. Zijn ongehoorzaamheid was geen tijdelijke afdwaling van een hongerig man, maar een moedwillige poging om een nieuwe status te bereiken: gelijkheid met God. De Satan zei immers over de verboden vrucht. Ten dagen dat gij daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden en zult gij als God zijn. Er volgde een snelle straf. God zei tegen Adam, citaat, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uw wil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren einde citaat Dit is duidelijk het moment waarop de schepping werd onderworpen aan de vergankelijkheid. Het Griekse woord dat de apostel gebruikt in Romeinen 8 betekent zoiets als ongepast, verdorven, ontaard of zwak. De mens moest nu zwoegen om gezonde gewassen te laten groeien. De aarde werd bedekt met tot dan toe onbekende of onopvallende plantensoorten. Die doornen en giftige weerhaken droegen in plaats van eetbare vruchten. En de mens werd sterfelijk. Ik weet dat de details wat onduidelijk zijn, maar de boodschap is glashelder. Toen Adam veroordeeld werd voor zijn rebellie tegen zijn schepper, onderging de natuurlijke wereld waarover hij heerschappij had gekregen een verandering ten kwade. En wat zou er nu beter voor een dergelijke transformatie kunnen zorgen dan een grootscheepse aanval van genetische mutaties? De godhypothese leidt op grond van deze Bijbelcitaten zeker tot de verwachting van wat we vandaag de dag zien. De moderne biosfeer wemelt van de mechanismen die in allerlei levensvormen, van planten tot primaten, nadelige veranderingen veroorzaken. Volgens deze visie zorgen mutaties niet voor genetische evolutie, van eenvoudige tot complexe organismen, maar voor genetische devolutie. De huidige biosfeer is gedevolueerd van de oorspronkelijk geschapen soorten, waarbij elke soort een ideaal genoom had, tot hun moderne afstammelingen, die uitgedunde en labiele, veranderlijke genomen hebben. Tijdens dat proces zijn er veel nieuwe varianten ontstaan binnen de oersoorten van Genesis. Een duidelijk voorbeeld is het ontstaan van de vele menselijke rassen uit een oorspronkelijk paar, wie rijk genoeg was om alle verschillende genetische eigenschappen te bevatten die geassocieerd worden met de moderne mens. Dit perspectief komt natuurlijk precies overeen met de opkomst van nieuwe varianten en nieuwe soorten binnen bepaalde grenzen, dat wil zeggen via microevolutie, en met het overwicht van schadelijke mutaties en zelfs van gunstige tussen aanhalingstekens mutaties waarbij het voordeel een neveneffect is van het verlies van genetische informatie. En dat is nu precies wat we zouden verwachten volgens de Bijbelse godhypothese.